Een hele goede avond, jongens. Ik ben Lieke, de nieuwe beeldbrenger. Ik sta hier vanavond bij de Spiegelwaal. Het waait nogal, maar dat houdt ons niet tegen. Ik ben hier vanavond niet alleen, ik ben namelijk met Stanley. What's up, ladies and gents? Ik ben met Stanley op je beeldscherm. We gaan vandaag lekker bootcampen. Lieke, heb je er vandaag zin in? Oh ja, zeker. Heb jij er zin in? Ik heb er sowieso zin in. Let's go! Hallo, ik ben Bart, 25 jaar en ik geef bootcamp training en fitnesslessen hier in Nijmegen. Vandaag zijn we hier bij de Beweegreden, waar ik verschillende bootcamp trainingen hier bij de Spiegelwaal geef. En ja, ik zou graag een beetje willen meenemen hoe zo'n les eigenlijk gaat. Wat ik heel erg belangrijk vind als sport is dat je eigenlijk mentaal gewoon heel erg lekker in je vel gaat zitten. Ik vind het fijn dat je bijvoorbeeld het met vrienden kan doen, jezelf, dat je gewoon eventjes bijvoorbeeld je hoofd leeg kan maken. En dat je gewoon lekker aan jezelf kan werken. Ik vind denk dat het wel heel erg belangrijk is dat mensen ook een beetje stress relief krijgen eigenlijk in de dag. Ze zijn de hele dag druk bezig aan het werk. En sport kan heel erg helpen om gewoon lekker weer met jezelf bezig te zijn en jezelf te werken. En ik denk dat het heel erg positief is. Wat vind jij het chillst aan buitensporten? Wat ik chill vind aan buitensport is dat je gewoon lekker wat voor weer het is, of het nou heel warm is of lekker koel. Dat je gewoon echt gewoon lekker de wind tegen je aanvoelt. En als je dan thuis bent dat je dan denkt van dat heb ik echt gedaan. Sporten gaat ook wel vaak samen met dat mensen niet zo blij zijn met hoe ze eruit zien. Hoe denk jij daarover? Je ziet tegenwoordig in de maatschappij, wat al eigenlijk al tientallen jaren zo is, dat mensen veel gaan vergelijken met andere mensen door social media of via magazines. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat mensen ook realiseren dat wat ze zelf al doen, dat het eigenlijk al heel goed is. Dus als ze bepaalde doelen hebben, dat ze ook realiseren van wow, wat ik nu al doe, dat het eigenlijk al heel erg goed is. En dat ze zich niet matchen aan andere mensen, maar gewoon aan hunzelf. En dan zullen de mensen ook meer tevreden zijn met wat ze zelf hebben en wat ze kunnen ook. En wat voor tips heb jij voor mensen die sporten wel belangrijk vinden, maar niet zo leuk? Ik denk dat het leuk is om een sport te zoeken die je een beetje, op zijn minst een beetje interessant vindt. En het lijkt dat is ook handig om bijvoorbeeld steeds hetzelfde moment in de week dat te gaan doen. Als je denkt van, ik heb liefst om gewoon te Netflixen, heb ik een lange dag gehad. Probeer dan gewoon samen met iemand samen een keer te gaan sporten. Die denkt ook van, ze zit misschien in dezelfde struggles als jij hebt. En door erover te praten, dan kan je elkaar een beetje motiveren om misschien een keertje samen een keer te gaan sporten. En welke sport het ook is, is dan in jezelf. En hoe hou je je motivatie vast om te sporten? Ik kan mijn motivatie vast door elke keer een goal te hebben eigenlijk. Ik probeer elke keer te denken van ik wil dat bijvoorbeeld, ik wil zo ver gerend hebben. Of ik wil zoveel herhalingen doen met een bepaalde oefening. En ik denk om mezelf elke keer uit te dagen, dan vind ik het leuk om die challenge te houden. Dus dat motiveert me ook om dan elke keer weer bijvoorbeeld weer te komen. En steeds weer gewoon mijn best te doen, zeg maar. Hoe motiveer jij mensen om te sporten? Ik probeer andere mensen heel goed te motiveren om alles heel erg positief te bekrachtigen. Dus als iets even niet lukt, gewoon van kom op, gaat helemaal goed, je kan het wel. Dat mensen gewoon denken van ik kan het wel. Dat ze heel erg hun eigen kracht zien. En ik vind dat heel erg belangrijk om te laten merken. En soms mag je ook wel een beetje drillen, maar dan wel met een glimlach, dat is het belangrijkste. Oké, Stanley. Ja? Wie wint deze challenge, denk je? Met boksen win ik sowieso. Maar met de hele bootcamp, dat gaan we zo meteen wel zien. Ik wil nog geen voorspelling. Gaan we zo meteen wel zien. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe moe ben jij nu? 12. Wat vind je het leukste aan bootcamp? Ja, je voelt lekker branden. Ja, sowieso. Je voelt het goed in je benen. Ja, dit is wel een flinke workout. Ja, ik voel me ook zeker in mijn billen, dames en heren. Spierpijn morgen. En Lieke, wat vind je het niet leukste aan bootcamp? Dat jij zo een heel flink bent. Wat jij verloren? Lieke, ik stop ermee. Ik rol weg, want ik had er niet meer aan. Rustig. Baleman, maar ik maak hem nog even af. En ik denk dat betekent dat ik heb gewonnen. Nou, er was natuurlijk ook een challenge. Ik heb natuurlijk gekeken wie natuurlijk het beste heeft gebootcamp. Maar ik had het heel erg oplet dus welke persoon eigenlijk gewoon het meest lacht tijdens en na de bootcamp. Ik vond eigenlijk dat ze beide even goed hadden gedaan. Dus eerst Lieke, ik wil je feliciteren. Super, dankjewel. Met je medaille. Hartelijk gefeliciteerd en goed gedaan. Thanks. En graag tot de volgende keer. Ja man. Well done. Ik stink wel een beetje. Jij ook, Lieke?
Ja, dat is niet heel best. Maar we hebben goed ons best gedaan en Bart zeker ook. Willen jullie nou ook bootcampen bij Bart? Kijk dan even op debeweegreden.nl. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga even afkoelen in de spiegelwal. Let's go duiken! Woo!